Harm van Veldhoven, maandagochtend, 8 uur. Zicht op de Schelde op jouw stad, Antwerpen. Je bent wel van Lommel, maar toch. Hoe lang heb je geslapen? Zeg, dat is eerst. Oh, eigenlijk weinig natuurlijk. Ik denk een uur of 3, 4 denk ik, ja, dat ik geslapen heb. Misschien wel niet, denk ik. Maar je bent wel nog naar Lommel gereden? Ik ben naar huis gereden, ja. En ik was al vroeg thuis. Ik was toch wel wat ontgoocheld. Niet zozeer om een prestatie van mijn groep. Ik denk dat dat positief was, maar de uitslag was eigenlijk toch jammer. Ik denk dat er iets meer in had gezeten met momenten. Ik was om 12:30 thuis en ik heb nog naar de wedstrijd gekeken. Dat doe ik meestal. En spoel je dan door bij momenten? Of, Ja, er spoelt wel momenten door, dat absoluut wel. Ja, ja. De momenten waar je echt naar op zoek bent, dat zijn natuurlijk dikwijls de doelpunten. Niks aantal momenten die je eigenlijk nog in je achterhoofd hebt. En die wil je zo snel mogelijk zien en dat herhaal je dan een paar keer en dat duurt een uur. Ja. En dan, ja, dan gaat het verder, dan denk je daar nog wat over en dan op een moment val je ook eens weer toe. Hè. Na de wedstrijd tegen Charleroi kreeg je een soort waarschuwing van het bestuur. Hè. 2 op 9 moet je nu halen. Het is 1 op 9 geworden. Mm. Is dat een van de redenen dat je snel naar huis bent gegaan gisteren? Dat je dat dan vervelend vindt om die mensen onder ogen te komen? Of je hebt ze gezien? Of? Nee, ik heb die ook gezien, maar nee, daar ben ik ook helemaal niet mee bezig. Ik ben eigenlijk bezig om resultaten te spelen natuurlijk. Je hebt ook niet alles op bestelling. En natuurlijk wedstrijden tegen Nabergen en Anderlecht en Standaard. Dat is ook niet zo gemakkelijk. Nee. Maar van de andere kant had dat ook 7 op 9 kunnen zijn. En zo kort zit er ook iedere keer erbij. En dat maakt het ook zo moeilijk en zo zwaar op het moment. En ben je bang voor die 1 op 9 nu? Dat je, Nee, bang is het woord er ook niet in. Ik denk dat je vooral teleurgesteld bent dat het ook maar 1 op 9 is geweest. Als trainer moet je incasseren. En een winnaar die mag ook niet te lang in de put zitten. Die moet alweer de oplossingen zoeken. Je hebt donderdag naar Standaard gekeken, neem ik aan, Europees. Ja. Denk je dan niet van, verdorie, daar moeten wij... Je weet als je donderdag ze hebt zien spelen, dan weet je dat het natuurlijk een tegenstander is die enorm sterk is. Ik denk, als Standaard speelt zoals donderdag en ook gisteren de tweede term bij ons, dan zijn er heel weinig Belgische ploegen die kunnen kloppen. Maar de omstandigheden waren niet ook in ons voordeel. Hè. Zoals vorige week tegen Anderlecht. En je moet opnieuw een achterstand weggeven door een buitenspelreukje. Ja, dan doet het allemaal wel wat pijn. Hè? En als je dan ook weer die strafschopfase krijgt met een handspel. Hè, als ik zie hoe dat er op sommige plaatsen een penalty wordt gefloten en wij niet krijgen. Terwijl dat je vorige week opnieuw ook de doelkans krijgt om de 2-1 te maken tegen Anderlecht. Het zijn allemaal van die momenten die niet voor ons vallen. En dat zag dan ook vooral na die buitenspel. Wat vind je het ergste? Het buitenspel of die strafschop? Voor mij die buitenspel. Omdat, in het gevolg van je wedstrijd, ja. maar van een scheidsrechter? Kan je de buitenspel niet begrijpen? Ik kan begrijpen dat moeilijk is. Hè. Ik bedoel, ik kan begrijpen wat er is, want ik heb er ook na de wedstrijd nog even mee gediscussieerd. En omdat ik ook al onder de rust had vernomen, en dat heb ik ook aangegeven, het kan ook moeilijk zijn. Ja. Ik had het gisteren voor moeilijker met de algemene leiding, maar daar mag je niet zoveel over zeggen. Die 3 gele kaarten doel je nu ook op? Ja, ook die 3 gele kaarten. Malky is geschorst, geloof ik. Malky is nu ook geschorst. En eigenlijk was dat ook... Daar voelde ik eigenlijk van, wat is eigenlijk de bedoeling? Ja. En je kan... Iemand moet zwijgen, iemand reageert, maar... Als je gaat zwaaien, tik, 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 met 3 gele kaarten... Dan denk je, ja, nu heb je ook geen controle. Ben volwassen, het is moeilijk, er is druk, er is stress. Lees die wedstrijd en voel dat ook naar de hand in. Kan je genieten als ex-spits van wat Jovanovic en een Bokani doen? Wow. Als ik de beelden zie, dan moet ik ook constateren dat geweldige bewegingen zijn. En dan, dan kan je alleen maar zeggen dat het zeer moeilijk te verdedigen. Dat het nu net gisteren moet gebeuren, dat doet altijd wel pijn. Jovanovic staat wel op het moment waarop hij zijn actie begint, is niet goed verdedigd, denk ik. Daarna proberen ze, maar daar staat hij even... Ja. Ja, je weet, als hij eigenlijk in die moment de loopbewegingen mag maken, dan is hij bijna niet meer te stoppen. Ja. Daar hebben we verschillende keren, niet alleen bij Jovanovic, maar ook in de loop van de wedstrijd, een x aantal momenten gehad waar we in de overnames te weinig communicatie hadden. Ik vond dat eigenlijk onze zwakte gisteren. Ja. Dat wij op bepaalde momenten uit onze organisatie gingen en waardoor eigenlijk 1 of 2 mensen de slechte... Dan moet je gaan tackelen of te hevig in duel gaan en daar profiteert hij van. Voilà. En dan in die momenten bepalen ze eigenlijk ook al de wedstrijd. En dat zijn 4, 5 momenten geweest waar ze 3 keer hebben gepakt. Andere ploegen doen dat niet, zij doen dat wel. Ja. Ik zie soms wel eens een training van jullie en dan valt het me wel op dat ondanks dat rijke spitsenpark, afwerken is wel moeilijk. Ja.
Dat is waar. Dat valt echt op, hè. Ja. Er vliegen weinig ballen binnen. Ja. Dan gebeuren er oefeningen en echt bijna met de bedoeling van we gaan ze vertrouwen geven, want knal maar op doel. Oftewel hebben jullie fantastische keepers. Die hebben we ook, maar... Ja. Maar toch... Nee, maar het is zo. Het is heel moeilijk soms... De kwaliteitsverschil is heel beperkt en iemand die op de training er zomaar bovenuit steekt, is daar ook niet. Dus je ziet die jongens moeite doen. Ja. Soms maakt me wel eens druk om absolute drang te hebben, constant. Ook de ontgoocheling hebben als ik een kans mis. De tweede kans missen, dan moet nog meer die drang er zijn van iedereen om die derde binnen te stampen. Ja. Ik vind dat we daar soms nog wel wat gemakkelijk in zijn, dat we dat soms wel wat ondergaan. Maar het is toch wel een feit dat we, ook in die trainingssessies, dat we te veel kansen missen. We moeten daar strenger in zijn. We moeten daar professioneel mee omgaan. Om die momenten ook voor onszelf op te leggen. En niet te ondergaan en zeggen, ja, het zal de volgende wel zijn. Dat klopt wel. Ja. Hoe zit het met Van den Berg? Want ook hij mist die daar. Ja, kijk, er komt veel op dat terug. Er zijn trainingen, er zijn wedstrijden. Maar ik zie Kevin wel eens heel hard werken. Ja, ik zie Kevin zeer hard werken, maar ik zie ook niet het surplus wat ik soms wil hebben. En dat maakt het ook, de meerdere spitsen die je hebt, maakt het alleen maar moeilijker. Hè. Je probeert correct te blijven ten opzichte van een Berg of van een Moyanese of van een Tosumu of van een Pakka of van een Malky. Noem ze maar allemaal. Ja, dat maakt het ook niet gemakkelijker en daar wil je eerlijk in blijven. En iemand krijgt soms 2-3 wedstrijden. Het surplus zie je dan niet. Je ziet in de wedstrijden vooral een Malky die zeer dominant is. En daar rond is het een strijd. En ik laat graag iemand staan, maar ze moeten ook constant ook blijven verdienen. Want de anderen blijven ook werken. En daardoor maakt het... Er heeft niemand op dit moment bewezen van ik moet blijven staan, behalve Malky. Absoluut. Ja. Ben je gekend in de transfers? Dat is een vraag die ik wel kan beantwoorden. Ik heb op bepaalde zaken wel iets kunnen zeggen, maar op veel zaken heb ik niet altijd de grip gehad. Maar het is altijd achteraf gemakkelijk. Maar is dat iets waar je voor jezelf lessen uit trekt? Van volgende keer wil ik daar meer grip op? Well, je zegt dat voor jezelf wel. En, het is altijd moeilijk, denk ik. Ik denk dat je soms in situaties komt dat je niet altijd alles onder controle hebt. Ik denk dat je dan soms in een situatie moet komen zoals het in Engeland gaat. Mm. Waar je dat iets meer de nadruk kunt leggen op dat. Of in Cercle Brugge. Of in Cercle Brugge, ja, dat klopt. Daar is dat inderdaad iets anders. Maar voor veel Belgische clubs is dat niet zo. En dan zien we ook dat we in heel veel Belgische clubs in onze organisatie nog veel mankementen hebben. En daar worden we soms dan ook weer keihard op gepakt. Waar staan jullie bij de winterstop? Bij de winterstop staan we rond de 12e plaats. En wij gaan eindigen op een 7e, 8e plaats. Dat is wat ik voorspel. Nog altijd? Ja, nog altijd. Die kloof is er lichtjes. Maar wij gaan een reeks gaan neerzetten. En dat zal zo snel mogelijk moeten starten. Dat betekent dan ook met Harm van Veldhoven als trainer. Als je 7e, 8e eindigt. Ja, goed, ik heb dat niet in de hand. Ik heb dat. Kijk, dat is. Vrees je dat? Zou dat mogelijk zijn dat wij vanavond iets uitzenden? Alles kan in voetbal. Ja. Ik verwacht dat niet, maar. Je hebt geen signaal opgevangen. Nee, ik hou me er ook absoluut nog niet mee bezig. Nee. Ik kan me daar echt niet mee bezighouden en ik doe dat ook niet. Dat is iets, een karaktertrek van mij en sommigen zeggen dit of dat. Ik ben eigenlijk. Toen ik gisteravond naar huis reed, die wedstrijd en meteen al woensdag. En dat is eigenlijk, ben ik daar niet, dan verlies ik energie. Ja. En ik heb vorige week eigenlijk Frankie de Rie nog iets horen zeggen, ook met de scheidsrechter, soms dat je zegt, en hij heeft er een gedeelte ook wel gelijk in. En dat je daar niet te veel energie in mag te verspillen. Maar je moet ook niet alles over je heen laten, ook niet. Dat is ook, en ik heb eigenlijk... Eigenlijk gisteren aan Frankie de Rie gedacht, met de scheidsrechter. Want je hebt niet echt zwaar gereageerd? Nee, eigenlijk. En het is misschien goed dat hij die tip misschien wel eens geeft, maar... Moet ook niet overdrijven. Mag ook niet overdrijven, nee. Want eigenlijk verdient hij eigenlijk opnieuw een reactie. Maar woensdag is het weer het belangrijkste. 7e of 8e dus? Dat moet het zijn. Oké. Goed. Dank je wel.